Ik heb hier mijn heerlijke wijn. Ik ga er een siroopje mee maken. En daar gaan we gewoon meteen lekker mee beginnen. Dus even kijken. Ik heb nodig 200 milliliter van mijn rode wijn. En daar gaat 400 gram suiker bij. Dus 2 delen suiker op 1 deel van je wijn. Maar dit is niet alles. De koketautomaat had ook een heerlijke kersenstroop. En die gaat gewoon lekker hop bij deze rode wijnsiroop. 3 grote lepels. En we gaan hem ook een beetje pittig maken. Dus ik ga een klein pepertje gebruiken. Dus ik snij hem gewoon in kleine stukjes. Hoeft helemaal niet mooi. Het gaat om net een beetje een pitje erbij. Zo. En dat gaan we eens eventjes verwarmen. Nou, ik doe het op een medium vuurtje, dat het lekker warm wordt en die suikerkristallen goed oplossen. Nou, dan schenken we hem uit door een klein zeefje, zodat al die kleine chilipepertjes er weer uit zijn. Oké, nou de siroop is klaar. Ik denk toch echt dat dit schattige puntpaprikaatje eraan gaat. Zo. Zaadjes eruit. Ik gebruik ongeveer een halve. Snij ik even in kleine stukjes. Hoeft helemaal niet gelijk, want het gaat zo hop in mijn shakebeker. En die gaan we eventjes muddelen. Nou, en wat muddelen nou is, het is iets anders dan vijzelen, zeg ik altijd er wel even bij. Nou, met muddelen, daar wil je eigenlijk gewoon de sappen uitpersen. Maar je wil niet per se de structuur kapot maken. Dus je plet om gewoon echt die sappen een beetje vrij te maken. Als je duwt naar beneden, draait. Maar je maakt ze niet helemaal fijn. Vervolgens gaan wij er wat van de siroop bij doen. 15 milliliter gaat genoeg zijn voor deze cocktail. Ja, en ik heb wat sinaasappels en er gaat gewoon een beetje sap van in. 30 milliliter. Het is voor de rest een redelijk simpele cocktail. Zo, die mag er gewoon lekker bij. Gaan we hetzelfde doen met citroen. 1 maatje, 30 milliliter. En dan nog 1 maatje gin. En ik heb een hele lekkere gin meegenomen die ook wat sinaasappel in zich heeft. Dus dat matcht heel lekker. En dan nog het allerspannendste voor veel mensen in ieder geval. Een klein beetje eiwit. Nou, alles zit erin. Dan gaan we nu shaken met ijsblokjes. Ja, dat begint al ergens op te lijken. En dan gaan we nog een keertje shaken. En dit keer zonder ijs. Kracht erin. Yes. Perfect. Nou, heb ik een mooi glaasje. Mag gewoon een beetje ijsblokjes in. En dan schenken we hem er zo bovenop. Want we hebben natuurlijk al die stukjes er al uitgefilterd. Een cocktail in mijn ogen kan eigenlijk haast niet zonder garnering. En in dit geval gebruik ik daar een beetje sinaasappelzest voor. Zo. En dat is hem. De Dee's Delight.